Ja, en ik heb gewoon drie mensen van de borrel getrokken. Het is nog gelukt ook om ze mee te krijgen. En ik heb geen bitterbal gevonden. Dat is dan weer een beetje jammer. Nou ja, stel jullie eens even voor. Voor de kijkers. Ja, voor de kijkers is het ook van rechts naar links. Nou, we hebben kijkers. Okay. Ja, we hebben kijkers. Kijk, hartstikke leuk. Mijn naam is Ruben de Boer. Ik ben het hoofd van Zero en UX-team van Sanoma. Voor degenen die Sanoma niet kennen, bekend van nu.nl, Libelle, Linda, Margriet. Heel veel grote, mooie merken en vooral heel veel traffic. Heel veel traffic. Ja, oh, hoi, ik ben Bernadette. Ik werk met Ruben samen, ook bij Sanoma. En ja, samen hebben we eigenlijk wel een mooi team en werken voor heel veel verschillende leuke merken. Ja. Hoi, ik ben Daphne Tielman. Ik werk voor Rookboos. Ik ben verantwoordelijk voor de consultancy team daar. Dus daar in een dubbel rol eigenlijk het aansturen van ons team. We zijn een growth hacking agency. En daarnaast ook meewerken aan wat grotere klanten. Dus juist de concurrentie van de Sanoma, zoals de persgroep. Maar ook andere bedrijven zoals de leverancier van McDonald's en Talpa. Dus heel veel leuks om daar ook te doen. Heel veel data ook. Nou, heel goed. Nou, we hebben het einde van van de conversion het evenement vandaag bereikt. Het thema was culture of experimentation. Wat hebben jullie daarover geleerd? Doen jullie het goed? Heb je heel veel geleerd? Denk je van, heb je veel bevestiging gehad? Of, Een beetje van alles eigenlijk. Ik moet zeggen, het is de derde keer dat ik bij dit event ben. En ik vond het niveau dit jaar wel echt heel hoog. Hoogste nu toe van alle drie de keren. Goed zo. Stijgende lijn. Zeker een stijgende lijn. Heel veel opgeschreven, heel veel genoteerd, heel veel foto's gemaakt. Ik ga morgen met het team even alles nalopen, kijken wat we geleerd hebben. Inderdaad, een aantal bevestigingen gezien. Nou, Bernadette, jij hebt morgen vrij, want jij was erbij. Ja. Dat hoop ik, ja. Mag ik vrij? Oh, nee. Maar, aan de blik te zien niet. Juist, we spreken samen. Oké, we hebben nog heel veel te doen. Vertel, wat heb je allemaal opgeschreven? Je moet hem met mobiel er even bij pakken. Ja, ik zat ook al te kijken. Even checken. Oh, opgeschreven, wat de ouderwetse. Ja, bij wijze van spreken. Ja. Even kijken, ik vond het stuk van Tom vond ik erg sterk over. Tom van den Berg? Ja. Ja. Van Online Dialogue over de ROI in je experimentation. Ja, gas op de lolly. Gas op de lolly, ja. Mooi t-shirt ook vooral. Ik ben het helemaal eens met zijn denkwijze. En daar kan ik zeker het punt uithalen die wij samen maar verder kunnen gebruiken. Carl Gillis was natuurlijk weer super grappig. Leuk om te horen, leuk om weer te zien. Voor zeker een paar goede punten. Het einde van Bart, ook concrete tips die we uit kunnen halen. What, how en why, ja, interessant. Wat had Bart voor tips? Ja, hij ging meer in over het what, how en why. Om een cultuur van experimenteren op te zetten. Dus, niet CRO, geen conversieorganisatie. Want dat woord is zeer pijnlijk voor ons, maar juist validatie in elke organisatie, zou ik zelf zeggen. En door middel van de Golden Circle van Simon Sinek heeft hij eigenlijk uitgelegd hoe wij dat als CRO-specialisten beter kunnen neerzetten in de organisatie. Oké. Okay. Ja, wat heb ik geleerd? Ik denk dat ik vandaag geleerd heb dat we op zich al best wel goed bezig zijn, maar dat er altijd nog dingen zijn die je veel breder kan aanpakken of juist specifieker kan aanpakken, zoals ik dat vandaag heb geleerd voor emotional design, zeg maar, en copywriting. Ik denk dat ik daar, zeg maar, voor mezelf nog best wel dingen in kan leren. En dat copywriting was ook van een booking sessie, toch? Ook van booking, ja? Inderdaad, ja. Oh, er waren er meerdere? Ja, over copy ging? Oké, okay, ja. Ik weet even de naam niet meer uit mijn hoofd, maar was ook vanochtend. En ik vind ook gewoon, ik vond het heel leuk om te leren dat je ook dingen gewoon echt leuk moet maken. Je zit altijd zo in de cijfers en alles moet. Voor jezelf of voor de klant? Nee, voor de klant. Okay. Voor de klant, inderdaad. Ja, dat je het echt ook bijvoorbeeld in dat het inloggen ook gewoon leuk kan moeten kunnen zijn. En dat het niet alleen een drempel hoeft te zijn. Ja. Dus die twee dingen sprongen er voor mij uit. Oké, okay, goed. Daphne? Ja, ik vond het fijn om gewoon weer eigenlijk te zien dat Zero niet soort van zeg, eigen afdeling, eigen eilandje moet zijn. Wat ik zelf vind, gebeurt nog steeds veel te vaak bij bedrijven. Maar dat juist echt onderdeel van het hele bedrijf moet zijn om te valideren en om te experimenteren. En dat soort van weer bevestigt dat wat wij proberen bij bedrijven te veranderen, dat we de goede kant daarop gaan. Daarnaast gewoon heel veel leuke dingen voorbij zien komen. Wat Bernadette al zei van
over van hoe copy eigenlijk zo'n grote rol kan spelen. Ook gewoon die basisherinneringen van om hoog over te kijken, customer eerst te zetten. Dus daarin ook gewoon een soort van bevestiging van blijf dit doen en blijf luisteren naar je klant. En kijken van slimme manieren. We ook in Carl's presentatie een paar leuke ideeën gekregen over hoe je dus ook feedback van die klant kan krijgen. Dus hij had een voorbeeld van op je bedankpagina daar juist de vorm te zetten. Omdat je daar heel veel hoge reactie. Dus ook gewoon wat nieuwe ideeën om te testen. En een van de dingen die ook met me denk ik heel erg mee zou gaan is een van de eerste talks is de cost of inaction. Ik denk dat heel veel klanten hebben tijd juist nodig om een soort van dingen te implementeren. En die, om hun juist uit te rekenen en te laten zien van oké, ja, je kan deze AB-test pas in een maand live zetten of 2 weken live zetten. Dat heeft ook een kost dat zich meebrengt. Of het kost van dat we niet kunnen testen voor de komende periode. En dat veel meer tastbaarder ook maken voor klanten. Ja, volgens mij ook. Ik weet niet of het bij online duidelijk voorbij komt, maar die hebben ook zo'n volgens mij een berekening van wat je dan verliest. Er zijn volgens mij ook genoeg publieke modellen voor waarmee je dat kan berekenen dan. Ja, je kan het heel makkelijk berekenen. We focussen altijd op wat brengt deze lift, maar we moeten ook berekenen van wat kost het als we niet iets doen. Of bijvoorbeeld, ik had een hele goede discussie over van hoe we eigenlijk met analyses juist heel de diepte ingingen qua statistieken. En dat je het eigenlijk meer kan kosten om zo uitgebreid bepaalde dingen te analyseren, dat dat ook kosten met ze meebrengt. En dat je een soort van die balans moet vinden van ja, ik wil ook niet false positive of false negatives, maar ik wil ook niet zo de diepte ingaan dat het me zoveel kost om elke keer te analyseren, waardoor ik mijn tempo verlaag en dat ik minder tests kan laten lopen. Die had ik met Ruben van Zanemaier dus al. Ja, we hebben vandaag al een paar keer voorbij gekomen dat je een goede balans moet zien te vinden in dingen. Dat komt op meerdere vlakken voorbij. Inderdaad, je zegt van Tom zei van ja, gas op die lolly, je moet wel tempo maken. Het is wel leuk dat je continu aan het analyseren bent, maar dan moet je je niet op dood staren. Nee, ik denk dat Tom daar een heel goed punt heeft. Je kan jezelf eigenlijk altijd afvragen van moet ik nou nog extra data zitten? Of moet ik die code van mijn test nou net nog wat mooier maken? Ja. Of moet het mijn design pixel perfect zijn? Ja. Of moet die test gewoon live en heb ik meer tijd over om nog een test en nog een test live te zetten? En hetzelfde met CRO, COC, dat daar een goede balans moet zitten van. En dat vinden wij als CRO-specialisten natuurlijk, dat er veel te weinig geld wordt uitgegeven aan CRO en veel te veel aan traffic. Dat de balans daar zoeken is, uiteraard. Maar dat kwam ook al een paar keer voorbij. Ja, je hebt heel erg die argument van quantity versus quality. Gewoon, wil ik meer tests live zetten of wil ik juist een paar hele hoge kwaliteit tests live zetten? En een soort van die balans daarin vinden, dat is heel moeilijk. Omdat op de ene kant wil je ook gewoon niet testen voor de sake of it. Om gewoon die nummers omhoog te krijgen. Maar tegelijkertijd, als je te veel tijd over spendeert, dan verlies je juist die velocity. En deels van een goede cultuur van experimenteren is gewoon zorgen dat je dingen snel live kan krijgen. En dat je die velocity erin krijgt. Ik denk dat het deels ook met je maturity als bedrijf en als gewoon CRO-programma te maken heeft. Van waar je die focus legt. En natuurlijk is de kwaliteit van je testen belangrijk. Maar als je geen testen draait, dan levert het ook niks op. Ja, als jij elke maand of elk kwartaal een test draait. Je hebt 4 testen op een jaar. Je hebt een succesratio van 1 op 8. Nou, succes, leg dat maar uit aan je manager. En dat is ook niet heel motiverend voor jezelf natuurlijk. Dat moet gewoon het tempo omhoog. En dat kun je wel heel moeilijk doen over je kwaliteit. Maar begin dan met het tempo opschroeven. Begin met tempo. Begin en zorgen gewoon dat je iets gaat testen. En daarna kan je weer tweaken met die kwaliteit en daar de balans in vinden. Vaak met nieuwe klanten gaan we juist gewoon zorgen dat we überhaupt gewoon proberen een AB-test live te krijgen. Al is het niet de grootste of de meeste impact. Maar gewoon om te begrijpen van hoe werkt jullie proces? Waar lopen we tegenaan? Waar verliezen we het meeste tempo? En daarna kunnen we dan echt een soort van in de tussentijd al de data verzamelen om de echte testen verder te gaan doen. Ja, ik heb En ik denk ook wat Carl Gillis zei, dat zeg maar als je eigenlijk de basis nog niet goed hebt of de basis nog niet hebt getest van je website en je gaat gelijk bijvoorbeeld naar personalization toe of dat soort dingen, dan mis je eigenlijk een heel stuk van je proces die eigenlijk dan, waardoor eigenlijk de kwaliteit van je AB-testen ook achteruit gaat. Dus ik denk dat het ook gewoon belangrijk is en wat ook efficiënt kan zijn, dat je in het begin gewoon echt simpele testen doet. Bijvoorbeeld dat je altijd de kleur van de knoppen al hebt getest of alle teksten hebt getest. Dat je dat al allemaal hebt gehad en dat je daarna pas een stap verder zet in je proces. Dat dat ook heel belangrijk is. Dat het gevaar is eigenlijk dat je te snel gaat. Doordat je hoort dat iedereen dat al gaat doen. En ja, en dat is ook een beetje de reden dat ik deze podcast ben gestart. Dat er hele rare
Het begrijpt ook wel, maar dat er een mismatch is tussen wat het beeld dat mensen hebben, wat andere bedrijven aan het doen zijn. Op het vak van AB-testen en personaliseren en helemaal met AI en machine learning. Ja. Andere bedrijven zijn er altijd mega ver in, is je beeld. Het valt wel eens misschien wel tegen. Door kennis uit te wisselen, in ieder geval in de podcast, wat Kees laat horen, wat mensen daadwerkelijk aan het doen zijn, komen we daar misschien achter en krijgen we een wat beter beeld van. Hey, we hebben wat stellingen voor vandaag. En wellicht willen jullie mij indulgen om daar antwoord op te geven. Daniel Marcus kwam met de stelling: een goed CRO-proces focust op maximale kennisopbrengst. Maximale kennisopbrengst. Wanneer dat lukt, volgt het resultaat vanzelf. Ik denk dat kennisopbrengst zeker een onderschat stuk is bij experimenteren. Vaak doen we AB-test na AB-test na AB-test na AB-test. En missen we echt die rode draad. Het werd eerder gezegd in een van de talks, volgens mij van Online Dialog. Dat je gedragswetenschappers bij hebt die de rode draad door het test heen hebben. Dan bouw je inderdaad heel veel kennis op. En kennis dat heel waardevol is over het gedrag van jouw gebruikers. Die je kan delen met alle andere collega's en teams in je organisatie. Dus ik denk zeker dat het een van de belangrijkste dingen is. Maar ik sluit me ook graag aan bij Bart dat het stukje happiness en health en het menselijke stuk, dat het ook absoluut niet uitgesloten mag worden binnen CRO. Ja. Maar daarnaast gewoon, als je alleen maar op kennis focust, uiteindelijk, wat we ook in de media talks terug hebben zien, je CFO moet uiteindelijk wel je budget goedkeuren. En als jij niet laat zien dat het niet alleen maar kennis opbrengt, maar ook uiteindelijk bottom of the line profit oplevert, dan kan je alles doen wat je wil qua testen, maar ze gaan het op een gegeven moment stopzetten. Dus het is zeker een groot onderdeel. En de meest krachtige tests zijn zeker gebouwd op de kennis die je van de vorige tests hebt. En dat je squeeze the lemon er net wat meer kan uithalen door daar verder op te bouwen. Maar je moet ook niet vergeten om gewoon de ROI er uiteindelijk te laten zien. En dat de tests die niet winnen, die hebben dingen van geleerd en geïmplementeerd. En voorkomen dat we dingen hebben verspild. Maar wij hebben ook de winst uitgehaald. En hoe gaan jullie daarmee om? Want voor één AB-test is het makkelijk om, of nou, relatief makkelijk, om het resultaat te berekenen. Zeker als het puur online is en je kijkt naar conversie. Lifetime value wordt dan een stuk lastiger. En als we dan kijken, oké, wat heeft ons CRO-programma over een heel jaar opgeleverd? Dan wordt het vaak nog lastiger. Dus hoe ga je daarmee om dan? Hoe ga je dat gesprek aan met de CFO? Ja, dat is een hele goede vraag. Het is inderdaad wat je zegt van op een gegeven moment ziet die website er zo anders uit. Dat je ook niet meer kan zeggen van dit kwam vandaar en dit kwam van wat we hier hebben gedaan. Dus wij sturen uiteindelijk altijd gewoon op de one metric that matters. En daar laten zien dat er groei van uitkomt. Dus wat is de meest belangrijke metric? En dat we daarop sturen dat die blijft groeien. En indien het mogelijk is, ideaal test je gewoon de versie van voordat je ging AB testen naar de versie die je nu hebt. Alleen, wat ik ook zei, van ik heb klanten die gewoon 2 of 3 nieuwe versies van de website in de tussentijd hebben gehad. Dus dat kan je daar niet laten doen. Ja, sowieso kun je afvragen wat voor zin dat heeft natuurlijk. Want Precies. Er zijn ook heel veel externe factoren. Dat ook. Of veranderend klantgedrag in het algemeen. Als jouw klantgedrag heel anders is dan een jaar geleden. Ja. Of I don't know, de concurrentie is heel anders. Of is een concurrent failliet gegaan. Ja, dan kun je die test wel opnieuw draaien. Dan levert het ook niks op. Dus het is heel erg zojuist gewoon zorgen dat ze inzicht krijgen in wat je aan het doen bent. Welke winst je eruit haalt. Laten zien wat wel en niet werkt. En daar ook gewoon heel eerlijk in zijn. Dus ook winners en losers. En gewoon super simpel houden. Heel visueel laten zien. Dit zijn de verschillende dingen die we hebben getest. Dat ze gewoon elke keer wel ermee meekomt. En dan is er ook een deel vertrouwen daarin. Dat ze door die heel transparant en wat wint en wat niet wint, te laten zien dat ze ook vertrouwen dat het een goede investering is. Omdat je ook laat zien als het niet werkt. Ja. Ruben, ik heb een vraag voor je. Bij Sanoma hebben we natuurlijk ontzettend veel merken. Ja. Met hele andere doelgroepen. Ja. Hoe zorg je er dan voor dat als je een testprogramma hebt, dat die kennis uitgewisseld wordt en dat die kennis überhaupt herbruikbaar is over die merken? En dat je dat je juist gebruik kan maken van die kracht. Wat je zegt, we hebben bakken met traffic. Maar als die bak met traffic verdeeld is over 80.000 websites. En op 80.000 verschillende segmenten getest is. En dan qua kennisoverdracht is dat super lastig. Dus hoe ga je daarmee om?
ja, er zitten echt de waarde en de valkuil in van onze testprogramma's. Hoe we georganiseerd zijn is dat we een centraal team hebben met CRO-specialisten. Die zitten in het centrale team, maar zijn ook onderdeel van de performance teams en de product teams van de grotere titels. En de grotere titels zijn echt de websites die wel binnen de top 20 qua traffic van Nederland horen. Dus dan heb je een soort matrix organisatie. Ja. Van een centraal team en ze zitten ook lokaal of bij dat merk. Ja, klopt. Okay. Klopt. En we zien dat steeds meer titels ook zelf testen gaan opzetten waar wij dan bij, ja, die buiten ons om opgezet worden. Dat is hartstikke goed. Ja, goed. Heel fijn. Maar met het centrale team bespreken we wel elke test. We gebruiken er effective experiments voor. Ik denk een mooi bruggetje. Ja, super mooi. Ja, wij gaan er een keer een aflevering over doen, toch? Precies. Ja. Nee, we bespreken elke test. We challengen ook elkaar om die confirmation bias een beetje op te vangen. Maar de valkuil zit erin dat we best wel testen zien die bij Piet van Bernadette kunnen werken. En als ik die herhaal, dan zie ik het tegenovergestelde effect op mijn titels. Dus de kennisoverdracht is heel waardevol, maar we moeten het wel altijd testen. Ja, maar dat lijkt me juist ook super waardevol om te weten. Dat je ziet van, hey, we hebben een hypothese getest op merk A en bij merk B werkt het niet. Dat in itself is ook een learning, lijkt me. Ja, zeker. En dat zijn de leukste learnings. Ja. Als het misgaat, dat zijn de leukste learnings. Nee, maar ook voor de stakeholders. Wij hebben ook nieuwsbrieven van onze test die we gedraaid hebben. En dan krijgen we al snel te horen van, oh, dat is heel interessant. Dan moeten we ook onze website in implementeren. Maar dan kunnen we altijd nog testen laten zien of de ene website wel werkt en de andere niet. Dus dat laat ook wel zien hoe belangrijk het is het werk wat we doen. Ja. Ja, het helpt eigenlijk gewoon mee om mensen te enthousiasmeren, denk ik, binnen de organisatie. Dat je heel veel voorbeelden van testen laat zien. Maar dat je altijd wel erbij zegt, oh, als je dat een goed idee vindt, dan kunnen we het gaan testen, maar we gaan het niet doorvoeren. Dus dat is nog wel daar moet nog altijd wel echt de nadruk op gelegd worden, inderdaad. Ja. Maar gebeurt dat vaak dat mensen, ik zie bij andere organisaties ook wel, dat mensen zeg maar aan de loop gaan met jouw AB-testresultaat of jouw rapport. Dan denk ik van, ja maar wacht even, dat is niet helemaal wat we getest hebben. En dat is zeker niet de context waarin we het getest hebben. Ja, en dat is natuurlijk ook iets moois, hè? Dat je zo'n nieuwsbrief uitstuurt en dan begin je met de eerste slide van je PDF staat. Hey, wat je hier ziet is de inspiratie en wat op één website werkt, hoeft niet op de andere te werken. Ja. Maar ze zijn toch door het enthousiasme, en dat vind ik heel positief, gaan ze toch mee aan de haal. Dus ja, ze zijn wel enthousiast over experimenteren. Punt 1. Supergoed dat je enthousiast bent en onze mailing leest. Maar. Precies. Oké, okay, heel goed. Nog een andere stelling voor jullie. En ik weet dat Sanema ook wel bezig is met heel veel. Jullie hebben heel veel data, want jij, we hebben bakken met traffic. De invloed van AI en machine learning. Hoe ziet onze baan eruit over 5 jaar? Ik denk dat het gesprek van Carl Gillis, het praat van Carl Gillis, er perfect op aansluit. Bij Salem merken we het ook veel hoor, dat heel veel managers allemaal personalisatie en AI willen. Maar dat in grote deel de basis nog niet eens goed staat. En Carl Gillis had een mooi voorbeeld van als je een city website hebt en je doet personalisatie, dan krijg je gepersonaliseerde shit. Ja. Dus het is nog steeds niet goed. Dus ik denk dat wij wel onmisbaar zijn in ons mindset, in ons werken. En functie CRO-specialist zal ongetwijfeld komen vervallen, want het is een werkwijze en denkwijze. Ja. Maar het zal altijd onmisbaar zijn. Het zal altijd belangrijk zijn naast AI. Ja, Daphne, denk je er ook zo over? Ja, zeker. Ik bedoel, je kan heel veel dingen automatiseren. Je kan heel veel dingen dat je niet meer hoeft te doen. En dat zien we sowieso van. We proberen zoveel mogelijk te automatiseren, zodat elke uur die een klant bij ons afneemt, ze zoveel mogelijk waarde eruit halen. Maar die strategische denken, wat je eigenlijk ook het meest waardevol is in een goede CRO-specialist, dat is niet iets wat je volledig kan automatiseren of even overlaten aan een AI. Ja. Dus het zal zeker een grotere rol spelen. Ik denk voor de meeste mensen, wat ik ook in de vorige sessie hoorde, dat hetgeen wat wegvalt, zijn juist de dingen die we eigenlijk allemaal ook niet zo heel erg leuk vinden. Ja, precies. Dus eigenlijk misschien wel fijn als er machine learning en meer AI komt, dat het gewoon kan helpen. Ja, en ik denk bijvoorbeeld ook dat kwalitatieve research heel moeilijk te automatiseren is. Dus bijvoorbeeld usability testen. We hebben een eigen usability lab waar ik dan alle testen uitvoer voor nu.nl of voor andere titels. En ja, die informatie, ik geloof gewoon niet dat je dat op een andere manier kan krijgen. Dus daar geloof ik in ieder geval. Een interviewrobot. Ja. Ja. Nee, je ziet het niet gebeuren. Nee, ik denk dat emotie bijvoorbeeld, dat gewoon echt heel lastig is om in de komende jaren sowieso. Ja, dus zover zijn we nog niet.
Maar je kan wel leuke dingen met die data doen natuurlijk. Wat zijn jullie daar mee aan het doen bij Sanoma? We hebben onlangs een proef gedraaid met Sentient Ascent. Ja, dat heet nu Evolve. Ja, ik wil het zeggen. Ja? We zijn het overgenomen. Ja? En dat was een interessante test. Ja. En we zijn nu aan het analyseren of dat een vervolg gaat krijgen of niet. Oké, ja. Ja, en verder hebben we een eigen data science team die ook algoritmes en dergelijke en AI bouwt. En daar werken we gewoon nauw mee samen. Ja, want in jullie advertentienetwerk wordt het al volop gebruikt natuurlijk. Ja. Ja. Nu nog inzetten op de website. Precies. het zit al in het bedrijf, dat scheelt al. Ja, ja, ja. Hey, met die bakker met data, en dat zul je op meerdere websites terugzien. Waar we het vandaag een paar keer over gehad hebben, is de diversiteit. Als je zo'n enorme doelgroep hebt, nou, met nu.nl heb je 80% van Nederland wel te pakken, minimaal denk ik. Hoe zorg je er dan voor dat die website aansluit bij die doelgroep? Ook omdat we zijn gemiddeld al wat hoger opgeleid natuurlijk. We zitten in ons eigen teampje daar op het werk en wij kijken naar die data. Wij zijn degene die varianten bedenken. Misschien over 5 jaar bedenkt de AI die varianten, maar de vraag is of dat beter is. Maar dat is een enorm divers publiek wat je daarmee aanspreekt. Dus hoe zorgen we er nou voor dat wij daar ook die varianten voor maken? En dat wij daar op in kunnen spelen? En de aanleiding van deze vraag was eigenlijk dat ik vanmorgen zat ik naar BNR te luisteren. En er was een onderzoekje van de Sociaal Economische Raad dat 2,5 miljoen volwassene mensen laaggeletterd zijn. Ja, dat is een enorm aantal natuurlijk. Zeker als je gewoon een algemene doelgroep aanspreekt, dat percentage van de Nederlandse bevolking, als dat op jouw website zit, dat is een fors deel. Nu is taal maar een voorbeeldje van diversiteit of van limitatie die mensen kunnen hebben. Hoe ga je daarmee om? Ik verwacht niet een direct antwoord op, maar no worries. Wie wil? Goed naar data kijken, goed naar je gebruikers luisteren. Maar hoe zorg je ervoor in je onderzoek dan dat je die bias eruit haalt? Dat het divers genoeg is? Ja, dat is een mooie uitdaging. Ja. Ja. Ja, en ik denk dat het ook een punt is, zeg maar, wat je organisatie wil. Want sommige organisaties willen bijvoorbeeld gewoon één website en willen niet voor verschillende sources, zeg maar, andere layouts laten zien of aanpassen. Dus ik denk dat je daar ook rekening mee moet houden wat het doel is van de website en hoeveel je kan veranderen. Nou ja, en dan zeg je, ja, het is leuk dat je dat niet wil, maar ik heb het getest. We gaan met gemak 10 miljoen meer verdienen als we het wel doen. Ja, dan heb je een goede case, denk ik. Maar dat is nog wel lastig te vinden, denk ik, zulke cases. Ja, en ik weet... En het is sowieso lastig met het vinden van die proefpersonen natuurlijk. Want dat had ik net ook met Jurjen van Vonk. Die zei van, ja, we doen heel veel onderzoek. En daar doen we gewoon een poll op de website. Nou, in 2 weken schrijven 300 mensen erin. En die kan ik dan gebruiken voor het gebruikersonderzoek. Dus nou, dikke kans die 2,5 miljoen daar niet in zitten. Nee. Of een andere doelgroep. Er zit al een bias in die groep natuurlijk. En ook met de mensen die je uitnodigt in je lab zit al een bias. Dat is al lastiger. Ik weet nog wel van onderzoeksbureaus, nou, ik zal geen namen noemen, maar die gewoon hun werving hebben aangepast van proefpersonen. Omdat hun klanten, zeg maar, van dat onderzoeksbureau, die vonden de proefpersonen te dom. Ja, dat is... Dat kan toch niet eigenlijk? Nee, maar dan denk je van de eerste twee mensen, denk je van, nou ja, die zijn proefpersonen, zijn gewoon dom. Het ligt niet aan de website, het ligt aan de proefpersonen. Maar ja, en dan, als je dan... Twee, drie dagen aan het testen bent met 20 man, dan denk ik van ja, misschien ligt het toch aan die website. Ja, je moet gewoon ook goed rekening mee houden van ja, wat zijn de verschillende opleidingsniveaus van de mensen die naar onze website gaan en daar gewoon echt een diverse in doen. Dus dat gaat echt heel erg over die vragen die je stelt voordat je juist de selectie van proefpersonen kiezen, om te zorgen dat je daar ook gewoon eerlijk in bent. Om verschillende mensen die je doelgroep laat tonen. En uiteindelijk, als je inderdaad niet meer dan één website kan doen, dan moet je ook gewoon kijken van wat zijn dan de 20% die 80% leveren hiervan. En zorgen dat je in ieder geval voor hun wel een goede website opzet. En als de niveau daarvan lager is, dan moet je ook je website daaraan aanpassen. Ja. Als dat waar 80% van je omzet uitkomt. Ja, je bent natuurlijk een business aan het runnen. Dus je moet ook ergens een cut-off point hebben van ja, oké,
voor zo'n laag percentage kunnen we het gewoon niet doen. Maar ja, dan moet je het wel weten. Dat is dan wel, dat is dan wel een belangrijk puntje. Ik wil Jurien ook nog een keer over spreken. Want wij doen juist niet mensen zelf recruiten voor usability testen. Juist omdat je best wel het risico loopt dat je fans krijgt. Ja. En we hebben best wel meegemaakt dat titels het wel zelf doen. Kijk, dat 10% van onze usability testen gebeurt. Ja. Ja, die vinden alles mooi, want dat is een fan. Ja, precies. Nou ja, ik zei dat tegen Jurien. Het is ook wel juist interessant. Om die mensen uit te nodigen die een probleem hebben gehad met je klantenservice. Dat kan juist wel interessant zijn. Ja. Maar als dat specifiek voor die test is natuurlijk. Maar het risico loop je wel natuurlijk. En ik denk dat je als Sanoma heb je denk ik wel het grote voordeel. Je kan allemaal verschillende websites testen. Maar Sanoma, als mensen de naam al kennen. Dat staat niet voor een bepaalde website. Dat is niet wat je bent niet de Sanoma website aan het testen. Je bent nu.nl aan het testen of een van die andere merken. Dus die bias heb je al wat minder, denk ik. Maar als je het Vonk-kantoor binnenloopt, of bol.com-kantoor binnenloopt, en daar een usability test gaat doen, dan is die bias alweer wat erger. Ja. We hebben ook voor één klant eigenlijk juist, we gebruiken wel onze eigen database, maar juist door naar die data te kijken, gezorgd van, we hebben mensen gekozen die nooit een account hadden aangemaakt, maar alleen op de e-mailadres stonden, nooit iets hadden gekocht, om te zorgen dat we die bias voorkomen, dat we op de ene kant wel gemak hebben om ons eigen pool te pakken, maar juist te zorgen dat we die data koppelen om inactieve gebruikers te pakken, die niet een keertje het al hebben gedaan en op basis van het feit dat ze weten hoe die registratieflow werkt, die dan recruiten voor de test. Ja, want wat Ruben zei, die fans, dat is leuk, maar nou, misschien is dat 5% of 10% van je doelgroep. Ja. Je wil juist dat andere deel weten. Ja. Je moet de balans inbinden. Begrijpen wat een fan maakt. En ook begrijpen wat iemand frustreert. En waarom die problemen heeft gehad met de website. En hoe je die misschien kan overzetten. Ja. Ben het? Nee, ja, ik zat nog even te denken aan een gebruikerstest die vorig jaar is gedaan bij ons. Dat was voor Donald Duck. Het waren kinderen zeg maar, die we voor een gebruikerstest hadden gerecruit volgens mij. Of dat is ook via gaan. Maar je ziet wel dat kinderen wel wat... die worden natuurlijk ook beïnvloed. Maar dat is toch anders, denk ik. Ik weet niet wat jouw mening daarover is. Ja, nee, die hebben net ook via een externe partij geworven, die kinderen. Dat gaf inderdaad een hele andere dynamiek. Ja. Een hele leuke dynamiek. Worden mensen niet zo beïnvloed door het merk wat erboven staat in ieder geval. En degene die ze interviewt. En, leuk dat merk, maar die ervaring... zijn wat meer blunt. Ja, in een inderdaad. Ja, zeker. Opmerking. Ja. Ja. Wat zijn wat opvallende resultaten van experimenten die jullie bij klanten hebben, of onderzoek die jullie bij klanten voor jullie merken hebben gedaan van het afgelopen jaar? Of je zegt van, dat was al een eye-opener, of voor jezelf, of juist voor het team. Goeie vraag. Niet allemaal tegelijk. Van je geheugen ook. Ja, daarvoor heb je dus ook effective experiments, zodat je al die testen goed kan documenteren. Dat zie ik nu niet, dus ik ben helemaal de weg kwijt. Ja, precies. Het belangrijkste is natuurlijk gewoon blijven testen. Wat op de ene website wel werkt, werkt op de andere niet. En dat kan soms tot enorme verrassingen leiden. De bevestiging blijft binnenkomen dit werkte daar. Laten we het daar ook doen. Oh shit, het werkt niet meer. Ja, we hadden deze week nog een test afgerond die fantastisch werkt op Linda. Maar totaal niet werkt op ouders van nu. Ja. Averechts zelfs. Ja. En dat blijft een leuke... Ja, dat zijn nog gave dingen. Als we elkaar tegenspreken, dan begint het leuk te worden. Ja, inderdaad. Voor ons in ieder geval. Ja, ja. En precies de reden dat je moet continu blijven testen en valideren. Want helaas, ja, dan heb je die learning opgedaan en denk je van, nu weet ik het. Maar nee, helaas. Dat maakt ons werk leuk, maar moeilijk, maar leuk. Nee, ik had het eerder ook over een test die best wel interessant was. Omdat, het was gewoon iets heel simpels van, oké, we gaan een extra, niet een extra pop-up, maar een registratie, kleine pop-up tonen aan gebruikers. En gewoon testen van, als we die gebruiken of niet. Omdat voor die klant was dit al heel spannend van, oké, een pop-up, dat vinden we eng, dat werkt niet, laten we dat testen. En we zagen gewoon echt een geweldige lift van 15% daarop, op mobiel zelfs 25%, was er ietsjes aangepast. En dat heel goed werkte en dat eigenlijk de kracht uiteindelijk in de test zat wanneer we hem dieper duikten en juist segmenteerden op welke pagina's toonden dat welke deel van die funnel. En dat het niet soort van, als je hele mooie analyses automatiseert, iets wat je standaard doet, maar dat we toch even dachten, laten we even een uurtje nog spenderen om dit
even uit te werken. En dat we zagen dat het eigenlijk een drop had op te vroeg in de funnel zo'n tonen. Omdat ze gewoon nog niet klaar voor waren. Ze wisten niet waarom ze die product moesten gebruiken. Of inloggen of wat de voordelen daarvan was. Ja. Maar als je het gewoon timed in het juiste deel van de funnel, kon je die balans in hebben van hoeveel mensen zien hem. Hoeveel registraties we krijgen. En dat je eigenlijk van die 15% lift, als je alles weghaalde wat niet werkte, gewoon een veel grotere lift kon maken en daar verder op kon bouwen. Dus dat was wel echt een leuke resultaat en ook interessant om juist te laten zien van dat het werkt, dat is niet de eindpunt. Ja, goed. Gaan jullie morgen iets anders doen naar aanleiding van vandaag? Ja, gaan morgen eerst even goed bespreken wat we allemaal geleerd hebben. En één ding die ik wel kan zeggen wat we anders gaan doen. We zijn heel erg bezig met automatiseren van onze processen, van rapportjes, ook even een dag te laten zien eerder vandaag. Maar ik wil ook wat meer checks inbouwen, wat in een paar van de talks vandaag werd genoemd. Sample ratio bijvoorbeeld. Verschillende browsers wil ik ook eigenlijk ook gaan automatiseren. Ja. Ik denk dat vandaag een paar hele goede voorbeelden van zijn gegeven. Ah, goed, heel tof. Hey, dank jullie wel. Ik ga jullie niet nog langer van de borrel en de bitterballen weghouden. Dus ik zou zeggen, doe nog lekker een drankje. En jou ga ik sowieso spreken, Ruben. Ja. En wellicht spreek ik jullie ook een keertje in de podcast. Ja, dankjewel. Als jullie hier zo van genoten hebben natuurlijk, komen jullie binnenkort een keertje gewoon in het CRO-café. Zeker. Hartstikke leuk. Dankjewel. En dat was het CRO-café live voor vandaag. Dank aan Imers, uiteraard, voor het hosten dat we hier überhaupt mochten staan en konden staan. En voor alle sprekers gebruik mochten maken om ze aan de tand te voelen. En te kijken waar ze het over hebben. Alle sprekers, bedankt voor jullie deelname. De sessies komen sowieso los in de podcast terug. Dat zal ergens volgende week of die week erna zijn. Abonneren op de podcast kan dus via SoundCloud, iTunes, Spotify, Google Podcast. Een hele range aan apps. Schrijf je in en je wordt automatisch op de hoogte gehouden van nieuwe afleveringen. Volgende week is er weer een reguliere podcast. Dan praat ik met Amber Taal van Rixia Travel. Zij is vorig jaar zomer begonnen met het optimaliseren van hun website. Ze was als eerste CRO-specialist daar aan de slag gegaan. En met haar bespreken van waar begin je dan? Hoe begin je aan zo'n project? Hoe krijg je de organisatie mee? Hele interessante sessie geworden. Dus die komt volgende week live. Spreek je graag dan en tot dan. And always be optimizing.